Dames en heren, een jurylid van vanavond, inkoppig zoals altijd, ChristenUnie-Kamerlid, woordvoerder Financiën, Carola Schouten. Mevrouw Schouten, we hebben eigenlijk een ongelooflijk groot probleem met u. Ja, ik zeg het meteen even gewoon, ja, weet u wat ons probleem is? U spint niet. Ja, dat kan wel eens kloppen, ja. Ja. Ik vraag het even aan het panel, want we hebben echt, ik neem het van mij aan, we hebben wat research gedaan. Carola Schouten, architect van menig akkoord. We hebben het nagevraagd, want we willen graag haar confronteren met haar eigen spinnerij. Maar het is niet gelukt. Nee. Klopt dat of missen we iets? Ze spint nooit. Nee, ik zit nog af en toe wel eens met haar in Nielspoort gezellig een borreltje te drinken. En dan hoop je dat je heel veel hoort. Want ze weet wel alles nou. Ja, daarom. Maar het gaat al over alles, behalve over politiek dan. Max? Ja, de ChristenUnie doet natuurlijk wel aan spinnen. Hè. Er is zelfs een professionele spindokter voorlichter die Jonathan heet. En op bescheiden ChristenUnie manier toch wel mee probeert te doen aan dit keiharde spel op het Binnenhof. Dus ze proberen het wel. Ja. Oké. Hij voelde dat aankomen. Hij is er vanavond niet. Maar mevrouw Schouten, om toch even uw spincapaciteiten even te testen, wil ik u eigenlijk meenemen in uw eigen verhaal. En ik ga u nu vast vertellen, aan het eind van dit verhaal ga ik u vragen, mevrouw Schouten, spin it away. Dus u doet het niet, en toch willen we van u weten of u het kan. Het gaat om het volgende. Jullie hebben hoeveel akkoorden inmiddels gesteund? Vrij vertaald, hoe lang houden jullie het kabinet al eigenlijk in het zadel? Dat zijn twee verschillende vragen. De akkoorden die begonnen natuurlijk bij het lenteakkoord. Dat was niet dit kabinet, dat was tussen twee kabinetten. Over framing gesproken, hè? Het lenteakkoord is bij de beestenbeurs bekend als het Koendersakkoord, hè? Ja, en dat is ook nog een hele discussie geweest, want toen wij daar aan tafel zaten, toen in de wandelgangen was het overal het Koendersakkoord. Maar GroenLinks zat daar ook aan tafel en die had toch wel wat moeite met dat woord. Nou was Koendus ook niet zo'n hele gezellige omgeving en wij wilden ook een heel goed gevoel geven natuurlijk bij dat akkoord. Lente klinkt leuker dan Koendus. En toen hebben wij dus waarlijk ongeveer een uur zitten praten over wat voor naam dat akkoord moest krijgen. En toen hadden we het over lente. En toen dachten we, ja, dat is toch wel heel mooi, de lente. Ja. Dan ontspringt alles. Ja. En dan, dus toen is het lenteakkoord geworden. Volgens mij is Jan Kees de Jager nog die toen zei, dan ga ik nu naar buiten, dan ga ik zeggen dat het het lenteakkoord is. Nou, en toen is het lenteakkoord geworden. Zo gaat dat. Het is goed van u te horen. Nu gaat het om het volgende. U heeft allerlei akkoorden. U bent natuurlijk een kleine partij. Wat zeg ik nog even voor duidelijkheid. Hoeveel zetels hebben jullie? 5. Relatief kleine partij. Dan zit je bij zo'n akkoord en dan moet je natuurlijk kijken, ja, maar hoe leggen we dit uit aan onze achterban? Dus je kan zeggen, ja, we duwen een procentje naar links of een procentje naar rechts. En dat ging in eerste instantie niet heel goed. En op een gegeven moment hebben jullie gedacht, we moeten iets aantoonbaar, aanwijsbaars hebben voor onze achterban. Ja, bent u erbij nog? Ja, ik ben er nog bij. Ja. Gaan we nu hoor. En daar kwam wat. Want jullie hebben op een gegeven moment gezegd, wat wij willen, wij willen dat er een kazerne, die eigenlijk al lang gesloten is, waarop bezuinigd gaat worden, waar geen animo voor is, die gaat weg. De Johan Friso kazerne in Assen. Jullie hebben gezegd, aan me nooit niet, wij eisen dat die open blijft. Onder andere. Oh, je had nog meer eisen? Dat waren nog meer, dat ging over in het grotere plaatje de werkgelegenheid in de regio. Nee, dat is allemaal niet interessant. Ik wil het over die kazerne hebben. Nu komt het. U heeft gezegd, die kazerne moet open blijven. Nou gaat het mij om het volgende anekdote. En ik was er zelf niet bij, maar u wel. Dus ik wil van u weten hoe het in elkaar zit. Arie Slob, uw fractievoorzitter, partijleider, die heeft tegen aan Hennis, minister van Defensie, en Dijsselbloem, Financiën, gezegd, dat willen we. En niet zo'n beetje, dat moet geregeld worden. Dus het kabinet helemaal in blinde paniek. Potverdomme, had die kazerne gesloten. Moet dat ding openhouden. Dat moet van de ChristenUnie. Op een gegeven moment, en u zat erbij, volgens de overlevering, komt Dijsselbloem binnen. En die zegt tegen u, tegen Arie Slob, Arie, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Begint u al wat te dagen? Nee, nog niet helemaal. Neem ik u nog wat verder mee. Dijsselbloem, minister van Financiën, zegt tegen u eigenlijk, het goede nieuws is, we gaan die kazerne openhouden. Het slechte nieuws is, ja, zeg het maar, laat het zien. Er kunnen geen mensen bij in. Voilà. Dus u wilt een kazerne openhouden, waarvan de ministerie zei, nou ja, oké, als u het echt heel graag wil, we houden hem open, maar we hebben eigenlijk geen militairen. En ze hadden wel militairen, alleen die wilden ze daar niet meer hebben. Nog sterker zelfs, ze hebben militairen uit Brabant en Flevoland volledig tegen hun zin naar een kazerne moeten duwen die u wilde openhouden. Jawel.
U mag zo nog even. Oh, we zijn nog niet aan het ontspinnen begonnen. Nu gaat het met het volgende. Er zitten 1800. Wacht even, laat ik eerst beginnen. Die is binnengehaald. En dan komt uw grote partijleider Arie Slob. Dan moet je natuurlijk die winst die moet je effectueren. Laten zien, dat kwam door ons. Kijk mee. Ik heb even teruggeblikt met de mensen in de kazerne over het feit dat we bij de begrotingsonderhandelingen hebben afgesproken dat deze kazerne die gesloten zou worden toch open blijft. Dan is het goed om even met de mensen terug te blikken hoe is het allemaal gegaan en ook even vooruit te kijken van wat betekent dit nu voor Assen. Ja, wat betekent dat voor Assen? Dat gaan we het nu over hebben. Want er zaten ooit 1800 militairen in. Weet u hoeveel er nu in zitten? Ik meen direct en indirect weggelegd was ongeveer 800. Dus ik weet niet hoeveel er nu precies is. Zaten er 1800, zit er nu nog 800 in. Dus we hebben te maken met wat vrije ruimte. En dat vond het Centraal Orgaan Asielopvang een buitengewoon interessante situatie. En u bent daarvoor, hè? U bent daarvoor. Laten we dat even helder stellen. We kijken even naar het volgende kopje. Juist, onrust in Assen Oost, naar geruchte opvang, 200 asielzoekers. U bent nog steeds verantwoordelijk, hè? U voelt ermee, hè? Ja, oké. Okay. Er was inmiddels een VVD-wethouder die heeft de Assenaren gezegd... maakt u zich geen enkele zorgen, wat er ook gebeurt, die komen er niet, die asielzoekers. Tjonge, oké. Okay. Nu gaan we het volgende. Er staat daar lege ruimte. Daar proberen ze nu de dienstjustitiële inrichtingen... en van een vervoersbedrijf in te krijgen die asielzoekers blijven buiten de deur. En nu mag u voor mij voor de eerste keer in uw leven gaan spinnen. Want het ziet er natuurlijk niet best uit. Je neemt een waanzinnige verantwoordelijkheid om kabinetsbeleid te steunen. Je houdt een kazerne open die eigenlijk nauwelijks levend vatbaar is. En ik geef u nu ruim de kans om te zeggen, spin it away. Die kazerne die staat voor veel meer. Die staat ervoor dat het kabinet geen oog heeft voor de werkgelegenheid in de regio. Precies. En hierdoor zijn niet alleen 800 mensen op hun plek gebleven. Want jij zei dat ze al weg waren. Dat was niet het geval. Ze zaten er nog. Maar eromheen zit er ook nog heel veel werkgelegenheid. Waar dit Randstad-kabinet absoluut geen over heeft. Juist... Valt u me op, hè? Randstad-kabinet, even framing, gaat u door. Maar juist in de regio weten ze heel goed wat dat betekent. En dat is ook wel gewaardeerd bij de verschillende verkiezingen. Ja, dat moet even gezegd zijn, dames en heren. Want zowel Assen en omstreek bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben jullie het goed gedaan, hè? Zeker, zeker. We hebben nu van de week krijgen we gedeputeerd in Groningen, in Drenthe. Overijssel is nog gaande, maar die regio gaat goed, ja. Ik vind dat u eigenlijk, u doet uzelf tekort, u kan waanzinnig goed spinnen. Ik zou dan zeggen, doe er wat mee. Voordat ik u terugstuur naar de hot chair. Dit is uw unieke kans. U kunt deze drie, ja, misschien wel lastige mensen die u dagelijks tegenkomt in Den Haag, kunt u vanavond een keer recenseren. Waar ga je op letten? Nou, wij hebben onlangs bij ons in de fractie gezegd tegen onze medewerkers, het is eigenlijk verplichte kost om elke keer naar politieke junkies te kijken. Want je leert daar namelijk wat van. Je leert... om op te letten niet wat er gebeurt voor je ogen, maar wat er eigenlijk wat je niet ziet of wat je niet hoort, maar wat wel degelijk van invloed is op wat er in het uiteindelijk wat er uitkomt. Dus ik wil verrast worden door deze drie mensen, die overigens zelf ook al goed kunnen spinnen, want de heer Heijmans die was al bezig op Twitter om mij over te halen, om eigenlijk de rest op te stoken tegen mij. Klopt, ja. RTL tegen de NOS, was het vreemd. Daar ben ik niet gevoelig voor, dus dat zeg ik hier vast. De vorige keer dat ik hier zat was Ton Elias jurylid en toen heeft het wel gewerkt. Ja. Ja. Nou, verder een toelichting overbodig, dames en heren. Ik zeg eens bijna een compliment om te zeggen dat het dan niet zo gaat werken. Dus het moet echt iets zijn waar ik nog door verrast word. Wat ik niet wist of waardoor ik echt een andere kijk op de zaak. En humor. Wij nemen onszelf altijd zo serieus in Den Haag. En als het kan dat ze hier toch nog een beetje de luchtigheid in Den Haag kunnen brengen. Dan hebben ze mij al gewonnen. Dames en heren, ons gewaardeerde jurylid Carola Schouten. Dankjewel.